Nou, we gaan hopen vandaag dat de techniek werkt, want dit is een video, dat kunnen jullie jammer genoeg nu niet zien. We hebben al gezien dat de hologrammen dadelijk gaan werken. En goedemiddag Veghel, mijn naam is Menno Zevenbergen. En vandaag is het wel even anders, want ik sta vandaag met twee hololensen naast me. En dat is anders dan als je op wereldreis gaat en je neemt andere technologie mee van 4 jaar terug. 4 jaar geleden ging ik op reis, op wereldreis, van Madagaskar tot Papua-Nieuw-Genua. En ik nam mee een smartphone, een digitale camera en zelfs een tablet. En ik kwam uiteindelijk in een dorpje aan in Papua. En dat is echt in the middle of nowhere. En daar hadden ze al 6 jaar lang geen westeling meer gezien. Moet je je voorstellen, 6 jaar geen westeling. Dit is 4 jaar terug. Dan reis je eigenlijk 10 jaar in de tijd terug met betrekking tot technologie. Als je 10 jaar terugreist, kom je in 2007 uit. Het jaar van de iPhone. Het begin van de smartphone. Dat wisten deze mensen nog niet. Deze mensen hadden nog geen internet. Geen elektriciteit. Zelfs geen generator om energie op te wekken. Maar ja, ik kwam daar aan. En wat is dan leuker op het moment dat je niet de lokale taal spreekt. Je hebt in Papua meer dan 800 talen. Dat je wel iets kan delen met technologie. En technologie delen is ontzettend leuk. En dat ga ik vandaag ook doen, later. Maar met een tablet is het ook leuk. En dat, in de beelden zie je de emoties spatten vanaf. En ik vind dat ontzettend leuk wat technologie aan communicatie kan doen. Maar die tablet bracht ik om een hele andere reden mee. Ik vond het heel fijn als ik dan wel internet had, dat ik heel even met mijn familie kon spreken. En dan ging ik bijvoorbeeld met mijn vader, ging ik skypen en dan zag ik al aan zijn gezicht hoe het ging. En dat gevoel is ontzettend fijn. Dit is 2 weken later. En wat je eigenlijk al ziet, de wereld wordt mobieler dan ooit tevoren. En ik weet zeker als ik daar terugkom in Papua, dat mensen nu met smartphones rondlopen. Elk jaar dat ik reis, zie ik meer en meer smartphones verschijnen en iedereen heeft internet. Het gaat nog niet altijd even goed. En ook als je aan het skypen bent en het internet is iets minder, dan zet je het beeld uit en dan ga je over naar geluid. Maar ik weet zeker op het moment dat jij je vrouw spreekt, dat jij je stem gelijk herkent en de emotie voelt. En dat geldt voor heel veel mensen, van een dierbaar persoon herken je de stem en de emotie gelijk. En er waren ook momenten dat het internet zo slecht was, dan ging het geluid ook uit. En dan ben je al 8 maanden onderweg en dan ga je met een tekstberichtje verder. Maar zelfs een tekstbericht kan al heel veel betekenen. En ik herken gelijk mijn vader als hij iets tegen mij zegt, want hij heeft een typische stijl. Die typische stijl kun je ook hier zien. Het handschrift is niet altijd gelijk te lezen, maar ik weet wel dat het van mijn vader is. Ik kreeg dit briefje van mijn vader toen ik op wereldreis ging. En ja, ik ging naar landen als Papua, dus niet altijd even veilig. En mijn vader was stiekem ook wel bang, als ik dan terug zou komen, dat hij er misschien zelf ook niet meer zou zijn. Dus ik kreeg ook een erfenisstuk in combinatie met dat briefje. En die emotie die in dat briefje zit, dat voel ik altijd. En dat is wat een heel klein berichtje al kan doen. Laat staan wat een video kan doen. Mijn vader zei ook altijd, geen bericht is goed bericht. Het zou betekenen dat ik lekker bezig ben, lekker onderweg ben. Maar dat betekent ook dat ik niet weet of mijn vader er nog is. Als je het gaat samenvatten in communicatietermen, is het hoe meer communicatie jij kunt overbrengen, hoe meer emotionele betrokkenheid jij krijgt. En vanuit innovaties zijn we ooit briefjes gaan schrijven. En je kunt al een boodschap delen. Maar op het moment dat jij een stem kan toevoegen, dan kun je ook een emotie aan die boodschap geven. En op het moment dat je een video met beeld hebt, dan kun je nog veel meer uitbeelden. Maar nog steeds is het gat met het echte leven is heel erg groot. Die herinnering die ik heb van mijn vader toen hij dat briefje gaf, die herinnering zelf, dat was het speciale. Maar dat gat, dat wil je verkleinen. En daar zit dus ook echt een gat, een communicatietechnologiegat. En ik geloof erin dat er altijd een technologie komt die dat gat kleiner gaat maken. Zodat we ooit heel dicht bij het echte leven gaan komen. En die technologie is er in mijn ogen ook aan het aankomen. Ik hoorde het net al, augmented reality, mixed reality, virtual reality, allemaal termen. Maar 1 ding is zeker, de virtuele wereld en de echte wereld, daar vervagen de grenzen. En die werelden komen steeds dichter bij elkaar. Nou, je hebt daar verschillende voorbeelden van. Een van de mooiste voorbeelden zijn hologrammen. En dat betekent
dat je iemand hier voor je kunt projecteren. En er zijn twee varianten van. Een statische variant en een dynamische variant. En die ga ik even laten zien met recente voorbeelden. Wie kent hem? Wie denkt dat hij dood is? Denk iedereen wel, hè? Nou, dit is 3 maanden terug op een concert en André Hazes werd weer tot leven gewekt en die kon een liedje zingen. En dat betekende dat zoon Dreetje Hazes, dochter Roxanne Hazes, hun vader weer konden zien optreden. Maar ook fans konden weer even kijken en er gingen berichten op Twitter dat fans tot aan tranen waren geroerd om dat moment te zien. Dat is wat een hologram in potentie kan betekenen voor mensen. Maar in mijn ogen mist, hoe gaaf dit voorbeeld ook is, mis je nog één laagje. En dat is interactie. Interactie tussen artiest en aan de andere kant het publiek. Daar zijn ook voorbeelden van. Dit is Microsoft met de HoloLens. De HoloLens ligt hier ook naast. En dat is een mixed reality bril. En dat betekent dat je een bril op hebt met een glazen scherm voor je neus, voor je ogen. En daarmee kun je objecten in 3D voor je laten tonen. En het grappige voorbeeld is, hier staat vader en dochter bij elkaar, maar die dochter is daar helemaal niet. Die wordt geprojecteerd in 3D en dit is wat die man ziet. Dat dochtertje die zit in een andere kamer en die wordt via 3D-camera's mee geanimeerd. En zodoende kunnen ze fysiek eigenlijk met elkaar spelen, terwijl ze niet bij elkaar zijn. Wie zou zoiets ook willen? Dat gevoel had ik dus ook. Ik zou heel graag mijn vader hier voor mijn neus willen hebben. Dat ik zo met mijn vader kan spreken, terwijl die hier niet is. En ja, die voorbeelden zijn er al. Maar wij wilden een ander voorbeeld maken met 3 voorwaarden. 1, we zijn met de HoloLens aan de slag gegaan. Dus dat is nog een relatief dure technologie, maar die prijs die gaat dalen. 2, we gaan gebruik maken van camera's die voor iedereen beschikbaar zijn. Dus denk aan de camera in je laptop of je camera in je smartphone, zodat iedereen dit kan doen. En 3, ja, we hadden maar 3 maanden de tijd totdat TEDx was, dus dat was de laatste voorwaarde. En we gaan dat nu gewoon, we gaan het proberen. En jullie hebben net al iets gezien en ik hoop dat het werkt. Spannend. It looks like it's gone. Dat is gek. It's here. Oké, can you hear me? Short assistant. Ja, daar staat hij dan, staat mijn vader. Staat nu letterlijk voor mijn neus. En het leuke is dat mijn vader gewoon nog leeft. Dus mijn vader mag even het podium opkomen. En dan gaan we live chatten met mijn vader in Mixed Reality. En dit is de eerste keer dat we dit laten zien. Dus het is ook... Hoi pap. Hoi Menno. Sorry. Hoe is het om vandaag in deze zaal te zijn? Nou, dat is werkelijk geweldig joh. Zoveel verschillende sprekers. Ik geniet met volle teugen. Fantastisch. Ja, en als ik je dan toch mag vragen, wie is de beste club van Nederland? Die zit in Rotterdam. Goed antwoord pap. Dit, geintje, ja, we gaan. We gaan nu verder, pap, want ik moet wel verder in het verhaal. En anders gaan we het niet in de 20 minuten, 18 minuten redden. Dank ik je. Ga weer op de bank. Goed.
Absoluut. Om even uit te leggen, mijn vader is voor Sparta, ik ben voor Feyenoord. Dus dat goed antwoord. Nu is mijn vader gelukkig nog hier. En ja, ik hoop dat het heel lang zo gaat blijven. Alleen, er gaat een keer een dag komen dat mijn vader er niet meer is. En toch zou ik heel graag op dat moment met mijn vader willen spreken. Weten hoe het met hem gaat, kan dan niet meer. Maar ik zou soms wel advies willen of mijn verhaal willen delen. En dat klinkt misschien heel vreemd dat ik met de doden wil interacteren. Maar heel veel mensen doen dit. Dit is een foto uit het Sanararo-vallei uit Madagaskar. En dit is eigenlijk een soort van tombe en hier ligt ook een lichaam in. En eens in de zoveel jaren halen ze dit lichaam eruit en vertellen ze de laatste nieuwtjes aan de overleden persoon. En in Nederland gaan wij naar een begraafplaats toe en dan staan wij bij die grafsteen en dan gaan we daar ook tegen praten. En in Papua gaan ze het bos in en gaan ze tegen de voorvaderen spreken. En misschien is er ook wel vandaag iemand in de zaal die een urn in de kamer heeft met as en die ook af en toe even aanraakt of tegen spreekt. Zo gek is het niet om heel even met een dierbaar persoon te willen spreken. Natuurlijk moet het beter. Als je net de hologram zag, dat is nog niet precies mijn vader. En daar is ook wel, laat ik daar ook zien, dat is deels wel mogelijk. Maar er is ook een theorie over waarom het soms nog een beetje vreemd is als je iemand in een hologram ziet. Hoe meer iemand op een mens lijkt, hoe meer vertrouwd je daarmee bent. Alleen op een moment dat iemand zoveel op een mens lijkt, maar je toch kan onderscheiden dat het nep is, dan krijg je een anti-reactie. Nou, dat kan dus gebeuren. Maar daarom ga ik ook een voorbeeldje laten zien hoe ver het zou kunnen gaan. Hier zijn wij ook mee bezig om op dit niveau het gezicht te importeren. En één foto is de originele foto van mijn vader. En de andere foto is een 3D geanimeerde foto, afbeelding. Wie denkt dat deze afbeelding de originele foto is? Kunnen jullie staan? Nou, dat is nog geen 50-50. Dit is ook de 3D geanimeerde foto. Maar je ziet al dat mensen het niet meer weten wat nep is en wat echt is. Dus dat grensje gaan voorbij. Die projectie wordt heel realistisch. Maar we missen dan natuurlijk nog een paar delen. En er komt weer een voorbeeld van kunstmatige intelligentie. Dit is een schilderij van Rembrandt. Dit is afgelopen jaar geschilderd of gemaakt. En door middel van kunstmatige intelligentie hebben ze patronen herkend in oude Rembrandt schilderijen. En met die patronen hebben ze een nieuw schilderij ontwikkeld. En je kunt je vast voorstellen als je zoiets kunt creëren, ik kan dit niet onderscheiden van een echte Rembrandt, dan kun je ook voorstellen dat je mogelijk een stem kan herfabriceren. En dat is ook mogelijk. Als je nu een minuut aan geluidsfragment van een persoon laat analyseren door kunstmatige intelligentie, dan kun je die stem nabootsen met andere woorden. En het klinkt nog een klein beetje als een robot, maar je herkent gelijk die persoon. Zover gaat het dadelijk. Dat betekent dat we dus al een projectie hebben, we hebben de stem, en we missen eigenlijk alleen nog de boodschap. Maar steeds meer berichten die wij delen met dierbaren staan in deze telefoon, op WhatsApp, op Facebook Messenger, op Gmail, noem maar op. Alles is digitaal. En als je deze berichten gaat analyseren, kun je ook een nieuw gesprek starten. Ook al is die persoon er niet. In dit voorbeeld van Google hebben ze voor 10 jaar aan filmscripts ingelezen en daar een machine van gemaakt waar je mee kan praten. En als je aan deze machine vraagt, wat is het doel om te leven? Dan is het doel voor altijd leven. Eeuwig leven. Stel je eens voor. Stel je voor dat wij digitaal eeuwig kunnen voortleven. Dat betekent dat op het moment dat jij overlijdt en jij wil mogelijk nog er zijn voor je kinderen, dan kan dat. Op het moment dat ze jou missen, kun je nog net met ze praten. En dat betekent misschien voor jou, op het moment dat jouw vader of opa overlijdt, dat je op het moment dat je die mist, nog net heel even kan praten en je verhaal kan delen. En ik geloof daar absoluut in. We worden steeds digitaler en waarom zouden wij zelf niet digitaal worden. En ja, er ligt niet voor niks een tweede HoloLens. Dus wat hebben we gedaan? We hebben van mijn vader een chatbot gemaakt. Er zitten nog wel een aantal nadelen aan, want we doen dit dadelijk in het Engels.
want spraakherkenning loopt nog niet helemaal vloeiend. Maar we gaan dat wel nu doen. Ja. Hi, Father. I'm searching for some travel advice. What should be my next destination? I think you should go to the jungle again. You always loved that. What kind of animal would you like to see? I would love to see some forest elephants. Last time you had some nice stories about forest elephants in Cameroon and Congo. Could Gabon be a nice option this time? That would be really nice. Thank you, Dad. If I go, I will bring that note from you. Can you say that letter again? Or can you read that letter again? Lieve Menno, generaties komen, generaties gaan, maar tijd blijft bestaan. De wereld draait door. Waarom en waarvoor? Waar, hoe en wanneer je er bent, tijdelijk en ongrijpbaar is het moment. Liefs van je vader. Dank je, pap. En dank je, Vechel.